In dit filmpje leggen we stap voor stap uit hoe je een vaccinatiemoment kan bevestigen. Je opent je e-mail en gaat op zoek naar een e-mail van cof19-vaccin@dokkler.be. Als je geen e-mailadres hebt, ontving je een brief waarin ook alle nodige informatie staat om afspraken manueel te bevestigen. Op deze uitnodigingsmail zie je je persoonlijke vaccinatiecode bovenaan jouw uitnodigingsmail. Als je verder naar beneden scrolt, zal je de voor jou voorgestelde afspraakmomenten te zien krijgen voor de eerste en tweede vaccinatie. Ook het adres van jouw vaccinatiecentrum vind je erin terug. Als je dan deze afspraak wil bevestigen, klik je op de link of op de blauwe knop. Als je klikt, opent er een pagina waar je persoonlijke vaccinatiecode al in het invulveld staat. Je kan nu op doorgaan klikken. Moest dit niet het geval zijn, kan je de vaccinatiecode van jouw brief of e-mail hier overtypen. In dit geval is dit niet nodig, dus we klikken op doorgaan. Je krijgt een welkomstbericht te lezen. Neem dit even door en klik dan op OK. Je ziet een overzicht van de voor jou voorgestelde afspraakmomenten. Als je met beide dagen akkoord gaat, dus je kan op beide dagen aanwezig zijn, klik je op Bevestig mij toegewezen vaccinatie. Als je daarop klikt, krijg je deze tekst te zien. Heb je die goed doorgenomen? Dan klik je op Ja en vervolgens op Bevestigen. Je ziet nu de bevestiging van je vaccinatie. Ga in je mailbox op zoek naar de bevestigingsmail. In je mailbox zoek je opnieuw naar een e-mail van cof19-vaccin@dokkler.be met de titel Bevestiging afspraak COVID-19 vaccinatie. Als je je afspraak wil annuleren, klik je helemaal onderaan in de e-mail op Afspraak annuleren.